المسلم لماذا سمي بهذا الاسم؟ Waarom wordt een moslim moslim genoemd? لأنه يسلم. Omdat hij zich overgeeft. لا يمكن أن يتدخل في توحيد الربوبية في أفعال الرب سبحانه وتعالى. Het is onmogelijk dat hij zich inmengt in de handelingen die Allah عز وجل uitvoert. يعني لا يمكن أن يأتي إنسان يقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات؟ يعني niemand heeft dus het recht om te zeggen van waarom bidden wij twee rak'at in de fajr en niet meer. نقول هل أنت رب أو عبد؟ Dan zeggen wij, ben jij een schepper of ben jij een dienaar? العبد يقول آمنت صدقت سلمت. Een dienaar zegt, ik geloof en ik geloof en ik handel. Ik geef me over. ولا يمكن أن يأتي ويقول لماذا نصنع هذا؟ لماذا نصلي؟ لماذا نصوم في رمضان؟ هذا ليس لك. Ja, het veelvuldig zeggen van waarom dit en waarom dat met betrekking tot de handelingen die Allah Azza wa Jal uitvoert, dat is niet aan ons. والله في قوانين الدنيا اليوم لا يتكلم. Als het gaat om de wereldse wetgevingen die door mensen zijn bepaald, zie je niemand tegen zo'n persoon bijvoorbeeld ingaan die die regels heeft opgesteld. Maar als het gaat om de islam, dan heeft hij overal wel, heeft hij wel een vraag op van waarom. لا تثبت قدم الإسلام إلا بالرضا والتسليم. Ja, de standvastigheid van een gelovige vindt pas plaats als iemand zich overgeeft. En volledig overgeeft aan onderwerp van Allah Azza wa Jalla. Nou.